Wat heb je deze ochtend gegeten? Eieren. Heb je zo een speciaal ingrediënt dat jij eet tijdens kampioenschappen? Af en toe neem ik die muesli bars van Foodmaker. Ik eet die graag tussen de matches. Als je moet kiezen, pizza of quinoa? Pizza. Pizza? Ja, toch pizza, sorry. Wat zijn drie ingrediënten dat je op een bord moet hebben, volgens u? Ja, carbs, proteïne, veel water voor mij. Kookt je graag? Dat niet, sorry. Maar ja, ik kijk een beetje van de kant. Maar ik ga je een paar dingetjes laten zien dat tot zijn om zelf te doen. Jawad, je hebt gekozen voor toast, avocado, zalm. Hier is alvast uw schort en ik ga er nog wat dingen aan toevoegen om uw toast zo wat te pimpen. Je mag hier een beetje rietsuiker in doen en rode wijn al zijn. Hier zijn radijzen, die zijn al mooi gewassen, mooi vers. Je mag die in twee snijden. Maar we gaan die zo een kwartier laten marineren en dan gaan die zo mooi roos worden. Je ziet al zo'n klein beetje roos worden. Kent je dit? Avocado. Tuurlijk. Weet je hoe je dat moet snijden? Nee. Probeer eens. We hebben een probleem, hè? Je pakt je mes, je doet een inkeping en dan kom je eigenlijk op de steen. Ja. Dan pak je de avocado en draait je hem eigenlijk volledig. En dan moet je normaal gezien loskomen als je draait. Hé, voilà! In één keer. In één keer. En dan is normaal gezien inderdaad met het mes zo. Hop, draaien en komt hem eruit. Ja. En dan mocht je je Olympische spieren laten gaan en je mocht dat zo wat crushen. Terwijl ik dat nog doe, mocht jij een chilipeper branden. En dan brand je hem volledig zwart. Voilà. Dus ruikt je nu dat zo'n beetje gerookt, barbecue? Ja. Je legt hem hier en dan gewoon een kommetje erover. En door de hitte gaat dat een beetje rusten en gaat dat makkelijk zijn. Nice. De toasten die zijn mooi warm. Mm-hmm. En nu is het belangrijk om ze onmiddellijk in te wrijven met een beetje knoflook. Want rauwe look is echt heel, heel fel van smaak. Dat is wel warm. Ah ja, dat is warm, ja. Bon, zalm. En dan zo wat puntjes zure room. En dan gaan we er nog zo wat chilipeper op doen. Dat ziet er mooi uit, hè? Ja, tof? Ja,